Hey, yo, the boys, ik ben Kevin van Stay Steady. Ik weet niet of dat gevolgen het al weet, maar dus Stay Steady is dus gesplit. En we zijn zelfs uit elkaar en we zijn dus ook gestopt. Maar ik vind het persoonlijk niet erg, want ik heb dus nu meer tijd voor mezelf en ook voor andere dingen. Wacht, ik zal eens iets laten zien. Oh shit, mijn scooter! Oh. En mijn verzekering, met een bonus malks, ga weer naar omhoog gaan. Deze is dus een heel belangrijke dag voor mij. Ik heb namelijk een boek geschreven. En ja, ik ben er eigenlijk nog aan bezig. Ja, ik moet er eigenlijk nog aan beginnen. Maar dus, het is een boek over mijn leven. En kijk, het begin heb ik al. Dus ik moet eens laten zien. Hallo, ik ben Kevin van Stay Steady. Wauw! Zoveel verschillende standjes. Raar, hè? Een kleintje met tartaar en een curryworst. Oh, ik snap het niet. Geert Oste, ik vond hem beter in de zaal dan in zijn boek. Eerste, Tom Lanoye, alles moet weg. Oh, waarschijnlijk gaan over de dingen over de kind van Gary Hegger. Die is toch weg, hè? De 10 geboden van Get Ready. Gebod 1. Je mag nooit zelf zingen. Gebod 2. Besteed aandacht aan uw kledij. Dat hebben zij dus duidelijk niet gedaan. Ik denk dat ik hier een hele goede liedjestekst gevonden heb van dingen van Paul van Ofstade. Kevin groet 's morgens de dinges. Dag ventje op de fiets met de vaas, met de bloem, bloem, bloem. Dag school, naast de tafel, dag broer. Op de tafel, dag visser, kijk vis met de pijp. Toch niet. Ik lees eigenlijk feitelijk het liefst kleurboeken, omdat je daar nog tenminste je fantasie moet gebruiken om de kleuren zelf in te vullen. Want al dat lezen, ik zou dat in troost zetten. Ja. Ik ben ook een boek aan het schrijven. Ja. Kun je me niet een paar tips geven? Ja, ja, dat kan ik wel, ja. Ja. Om te beginnen, begin er niet aan. Ja, tips, niet over de boekenbeurs rondlopen, maar dat je extra werk mee gaan zitten. Daar zou ik mee beginnen. De eerste 26 letters van het alfabet leren, de rest moet je niet leren, hè. Dat is niet zo nuttig. Mm-hmm. En dan kun je, als je die letters door elkaar klutst en je hebt wat geluk, dan komt er een woordje uit. En als die woordjes weer bij elkaar passen, heb je de zin. Ik zou mij daartoe beperken. Iets gevonden voor de Herman Brusselmans. Ik ga hem dat straks geven. En van u al, als je schrijft. Wel, ik doe dat in een staat dan. Ah, zo. Ja. Ja. Ik heb ook al geprobeerd met een zonnebril, maar die ging er altijd langs achteraf. Als het vette gezeten, dan schuift die zo langs achteraf. Ah, zo. Ja. Hij was u al. Ik was mijn haar. Wist u dat u veel vijanden had? Nee, vertel. Iedereen van de droogkuis die is kwaad op u. Het is niet waar. In LinkedIn heb ik geen werk meer. Het is echt waar. Het is echt waar. Ja, ik heb heel veel nieuws. Ik heb ook mijn boek geschreven. Het is niet waar. Ja. Komt dat niet op nieuws? We zullen proberen om dat op het nieuws te brengen, maar en ik zie dat hij aan het draaien is, dus het komt op nieuws. Oh, hier, de dingen, de top 30.000. Hier zal waarschijnlijk wel onze afscheidssingel in staan. Shit! Mijn scooter, vergeten op slot te doen. Ah, oh, een patatenboekenbus!